She asked me, "What? What are you?" I told her, "I'm a lesbian." She said, "What have you said?" I told her, "I'm a lesbian." And she said, "No, this is not good. You can't be a lesbian." Juist vanwege haar geaardheid ontvluchtte Justine haar geboorteland, Oeganda. Afgelopen week komt ze in deze 24-uursopvang terecht. Het Missionaries of Charity Klooster in de Jordaan. Een klooster met strikte regels. Als Justine vrijdag nog even de deur uit wil, wordt ze tegengehouden. En ze zei, "No, you're not going anywhere." I told her no, but I have to go out because I'm helping on decorating a boat which will be used tomorrow for the gay pride. She asked me, "What's gay pride?" I told her this is a very big event which is well known here in Holland and especially here in Amsterdam. Justine wordt sinds vrijdag opgevangen door Roze Links, de afdeling van GroenLinks, die zich bezighoudt met seksuele diversiteit. Daar waren ze met stomheid geslagen. Ik kon het gewoon niet geloven. Dus toen ik aankwam, heb ik het zelf ook aan de nonnen gevraagd. Wordt ze uit deze opvang gezet omdat ze lesbisch is? En toen knikte ze. En toen zeiden ze, "She is a danger for the children." Ze is een gevaar voor de kinderen. I'm a human being like others. They couldn't do this and they call themselves like missionaries of charity. This is not charity. They would have been welcoming everyone. Het klooster liet zondag al aan AT5 weten dat als Justine haar leven niet wil veranderen, ze haar ook niet kunnen helpen. Een reactie op camera zit er niet in en de telefoon wordt in ieder geval bij ons niet meer beantwoord. Ondanks alles stond Justine zaterdag gewoon op de boot van Roze Links. I really had a good day on Saturday. Because I had never celebrated this before. And that was my best day ever in my life. Yeah.